Patiëntenorganisatie wil af van de budgetpolis. Ze roepen mensen op om niet meer te kiezen voor deze goedkope zorgverzekering die juist duurder uit kan vallen. En verder in het nieuws vandaag. De Tweede Kamer wil een einde aan prijsstunts met vlees. En wat besluiten de Britten? IS bombarderen in Syrië of niet? Goedenavond. Een budgetpolis, een goedkope zorgverzekering. Maar volgens de patiëntenorganisatie NPCF is die helemaal niet zo goedkoop en kan de verzekering je juist op kosten jagen. Omdat verzekeraars afspraken maken met een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners. Laat je je daar niet behandelen, dan zijn de kosten voor een groot deel voor eigen rekening. De belangengroep wil daarom dat de polis wordt afgeschaft en roept mensen op niet meer te kiezen voor zo'n budgetpolis. Er zijn twee problemen. Onverwachte kosten, omdat je bij een ziekenhuis terechtkomt wat niet onder je polis valt. En het andere is dat je naar een ziekenhuis wat onder je polis gaat, moet en lang moet reizen, lange wachttijden hebt en niet altijd bij de beste ziekenhuizen terechtkomt. Gaat dat dan ook ten koste van de kwaliteit? Ik denk zeker dat het ten koste van de kwaliteit gaat. Denk maar eens aan lange wachttijden. Dat betekent dus dat een aandoening, een ziekte die je hebt, erger kan worden omdat je zo lang moet wachten. En dat zo'n goedkope polis je ineens op kosten kan jagen, ondervond de 25-jarige Lieke toen ze dit jaar onverwacht ziek werd. Hoe kijk je dan nu op terug, die budgetpolis? Ja, met een beetje spijt. Want goed, als ik dit had geweten, als je alles van tevoren weet, had ik het anders aangepakt. Maar ik had dit niet verwacht op deze leeftijd en nu. Een budgetpolis kost ongeveer 70 euro per maand. Een gemiddelde basispolis ruim 100. Bij de Patiëntenfederatie weten ze ook wel dat dat een zeer verleidelijk verschil is voor jonge, gezonde mensen. Maar omdat niemand in de toekomst kan kijken, wordt goedkoop soms duurkoop. Ik heb waarschijnlijk toen bedacht, als student, dat is de goedkoopste polis. Dat is prima en tegen de tijd dat ik zorg nodig heb, ga ik dan wel eens kijken. Ik heb nooit wat waar ik dat kan halen. 24 was ze nog toen ze begin dit jaar merkte dat haar linkerhand verzwakte. Zelfs koffie zetten werd een probleem. Ze ging naar de huisarts. En die heeft mij doorgestuurd voor een MRI-scan en daar bleek dat ik een goedaardige tumor in mijn hoofd had. Die dus de klachten veroorzaakte aan de linkerkant. Een goedaardige tumor, maar die drukte wel gevaarlijk op de hersenen en moest dus weg. Lieke werd geopereerd in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Revalideren deed ze in haar woonplaats Haarlem. Totdat ze een brief kreeg. Het Haarlemse ziekenhuis zit niet in haar budgetpolis, dus... De kosten die ik heb gemaakt in het ziekenhuis in Haarlem, dus het voortraject, de MRI-scan, de gesprekken met de artsen en de nabehandeling, de revalidatie, die worden niet volledig vergoed. En wat daarvan nog komt, hoe hoog de rekening is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat is zeker 4000 euro. Lieke is voor fysiotherapie overgestapt naar een behandelaar die wel in haar pakket zit. Maar aanpassingstherapie en psychotherapie doet ze niet meer, hoe graag ze ook zou willen. Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelt nu samen met de ziekenhuizen een zorgpolischecker. En daarmee kunnen zorgverleners hun patiënten voorlichten over de vergoedingen die ze wel en niet krijgen op basis van de polis. En die checker moet in 2016 beschikbaar komen. Nog iets waar we vanaf moeten, althans dat vindt de Tweede Kamer, de kiloknallers. De Kamer wil geen prijsstunts meer met vlees. Maar hoe krijgen ze de supermarkten zover? De PvdA wil een verbod op de verkoop van vlees onder de kostprijs. Maar andere partijen vinden dat niet de goede manier. De nieuwe staatssecretaris van Landbouw moet het probleem oplossen. Een kilo vlees voor 5 euro, dat kan helemaal niet. De supermarkten leggen vaak geld bij om de klant te lokken. Maar dat moet afgelopen zijn, vindt de PvdA. Als ik bij mij de Albert Heijn binnenkom, kan ik voor appel en een ei een stuk vlees kopen. En daar verdient de boer helemaal niks aan. Wordt niemand beter van, behalve de supermarkt. De VVD is bang dat de klant veel meer moet gaan betalen na zo'n verbod. Dat het vlees 10 tot 25 euro per maand duurder wordt door dit soort maatregelen te treffen. CDA en D66 willen ook geen gestunt met vlees, maar ze willen geen verbod. Voorzitter, D66 wil ook geen kiloknallers. Maar waarom pleit u dan niet voor transparantie in de keten? De nieuwe staatssecretaris Van Dam moet nu een oplossing bedenken. Morgen horen we wat hij ervan vindt. Een verbod op kiloknallers. De supermarkten zijn dus tegen. En de boeren denken niet dat het ze zal helpen.
Het plan om de kiloknallers te verbieden is bedoeld om hun leven beter te maken. Maar deze varkensboer is sceptisch. Ik dacht, dat is een onzinverhaal. Waarom? Broodje aap. De brancheorganisatie van varkensboeren denkt dat het voorstel te simpel is. Want die extra opbrengsten komen niet bij de boer terecht, maar bij de tussenhandel en bij de slachterijen. In de supermarkten liggen tegenwoordig steeds meer kiloknallers. De winkels gebruiken ze om klanten te lokken. En dat is precies waar de Partij van de Arbeid zo tegen is. Natuurlijk hebben wij stuntvlees. We hebben elk krachtvlees in de aanbieding. Dat zou dus verboden moeten worden. Dat vindt u? Dat vinden wij niet. Want wij hebben vlees in de aanbieding net zoals we elke dag koffie en thee en chips in de aanbieding hebben. Als het in de aanbieding is, neem ik het vaker mee. Goedkoop vlees zou eigenlijk niet meer moeten, hè? In verband met dierenwelzijn. Ja, maar ja, zeg dat even tegen mijn portemonnee. U bedoelt de kiloknallers. Yeah. Ja, ik las het vanmorgen in de krant. Het is soms wel heel aantrekkelijk, maar het is wel zielig voor de beestjes. Als het nou verboden wordt, wat vindt u dan? Dan zou ik geen probleem mee hebben. Nee. Supermarkten denken ook dat het verbieden van kiloknallers geen effect op de prijs zal hebben. Kijk, het vlees wat in Nederland geproduceerd wordt, 75% daarvan gaat over de grens. Dus de marktprijs wordt internationaal bepaald en niet door de Nederlandse supermarkten. Toch willen veel politieke partijen dat die supermarkten meer doen om het vlees te verduurzamen. De supermarkten en de branche hebben de afgelopen jaar al heel grote stappen gezet om te verduurzamen in het vleesassortiment. En dat gaat gewoon door. Ondanks al deze stappen, deze varkens zullen nooit buiten komen. Nee, dat is geen moderne productiemethode. Niet haalbaar? Nee, dat is op de kinderboerderij. En de Tweede Kamer debatteert morgen over de kiloknaller. Yes or no? Het is een allesbehalve simpele keuze die het Britse lagerhuis moet maken. Het gaat namelijk over de vraag, moet Groot-Brittannië IS ook in Syrië bombarderen? In Irak doen ze het al. Premier Cameron wil daarmee zo snel mogelijk beginnen. Oppositieleider Corbyn voelt er helemaal niets voor. Het debat over de kwestie duurt al de hele dag. Vanavond laat wordt er gestemd en het antwoord zal waarschijnlijk ja zijn. Voor de demonstranten buiten op de stoep bij Westminster is het duidelijk. De House of Commons moet tegen het bombarderen van IS in Syrië stemmen. Maar het protest zal niet veel uitmaken. My argument today. Bij de stemming vanavond kan het pleidooi van de conservatieve premier Cameron rekenen op ruime steun. Mr. Speaker, we possess the capabilities to reduce this threat to our security. And my argument today is that we should not wait any longer before doing so. I call the leader of the opposition, Mr. Jeremy Corbyn. Labour-leider en overtuigd pacifist Jeremy Corbyn is tegen de uitbreiding van de Britse acties. Des te opmerkelijker is het dat een fors deel van zijn eigen fractie Cameron aan een meerderheid zal helpen. Maar Corbyn denkt dat diplomatie en niet meer bommen een oplossing dichterbij zou brengen. Do we send in bombers, not totally aware of what all the consequences are going to be, or do we pause, not send them in, and instead put all of our efforts into bringing about a peaceful, humanitarian and just political settlement to the terrible situation faced by the people in Syria. Yes. En we gaan naar correspondent Tim de Wit in Londen. Ja, waarom wil premier Cameron nu die bombardementen tegen IS naar Syrië uitbreiden? Ja, dat heeft alles met de aanslagen in Parijs te maken. Kijk, Cameron wil al heel lang bombarderen in Syrië. Hij zegt we kunnen als Britten niet aan de zijlijn blijven staan en anderen het vuile werk laten opknappen. Maar tot een maand geleden zag het er niet naar uit dat hij daarvoor voldoende steun zou krijgen. Sinds Parijs heeft dat echter wel een heleboel verandering veroorzaakt. Ineens zijn velen die twijfelden ook om. En dus ziet het er daardoor ineens naar uit dat hij gewoon een meerderheid gaat halen vanavond. Ja, en dat is natuurlijk pijnlijk voor Labour-leider Jeremy Corbyn, want die stemt tegen. Terwijl eigenlijk gewoon een behoorlijk deel van zijn fractie voor Cameron is, hè? Ja, klopt. Voor Corbyn is dit echt ontzettend pijnlijk. Het laat hem maar eens zien hoe moeilijk hij het heeft als leider van de oppositie, van Labour. Kijk, Corbyn is fel tegen dat bombarderen. Hij is een echte vredesactivist, maar daarmee is hij een stuk linkser dan een groot deel van zijn fractie. Die is een stuk gematigder en willen dus voor bombarderen stemmen. Nou, in eerste instantie wilde Corbyn zijn fractie zijn wil opleggen, maar als hij dat had gedaan, had de fractie misschien wel in tweeën kunnen scheuren. Dus uiteindelijk moest hij er wel voor kiezen om ze een free vote te geven.
Bij Labour mag vanavond iedereen stemmen wat hij wil. En daarmee krijgt Cameron ineens de overwinning op een presenteerblaadje. Tot grote frustratie dus van Jeremy Corbyn. Tim, dankjewel. En vanavond om 11 uur Nederlandse tijd stemmen ze. De klimaattop in Parijs is een derde dag ingegaan. Een van de grootste problemen van klimaatverandering is de stijging van de zeespiegel. Vooral veel kleinere eilanden zijn kwetsbaar. Ruim 50 eilandstaten trekken in Parijs samen op. Voorzitter van die groep is Aruba, onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. En hier vooral bekend van de witte stranden en azuurblauwe zee. 80% van onze economie draait om toerisme. En al de hotels die zitten mooi op een hele mooie kustlijn, maar die alleen maar 1 meter hoog is van de zeespiegel. Dus je stelt zich voor als de zeespiegel met 30, 40, 50 of een 100 centimeter omhoog gaat, dan is er plotseling een serieuze uitdaging voor de hele hotelindustrie van Aruba, dat 80% van onze economie vertegenwoordigt. Ja, op Aruba maakt zich dus zorgen over de toeristenindustrie, maar er zijn ook eilanden die helemaal zullen onderlopen. Zelfs als de temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 graden, waar ze nu over praten in Parijs. Een van de eerste landen die onder water verdwijnen is Kiribati, ook wel Kiribes. Een eilandenrijk midden in de Stille Zuidzee. Er wonen 110.000 mensen. It may happen that in a few years time, Kiribes may... Ze heeft een sombere boodschap voor haar leerlingen, maar klimaatverandering is realiteit voor de kinderen van Kiribati. What is the cause? They are just thinking that they will die, you know. They just want to fly away from Kiribati. Dat de zeespiegel stijgt is voor iedereen hier duidelijk. Overal op het hoofdeiland Taraba wordt gewerkt om huis en haard te beschermen tegen het water. Wie pal aan zee woont, pakt alles aan dat kan helpen om het water tegen te houden. Zelfs al zijn het een paar takken. Sommige plekken zijn nu al niet meer te redden. De laaggelegen wijk Bikin en Kora stroomt elke dag 2 maal onder. Het duurt nog jaren, maar uiteindelijk zullen deze huizen waarschijnlijk in zee verdwijnen. En wat moet je dan doen met de bewoners? Want dit eiland is overvol en er is eigenlijk geen plek meer voor ze. In de toekomst zullen mensen buiten Kiribati moeten gaan wonen. De scholen volgen inmiddels het Australische systeem. Dat maakt de inwoners aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Niet vluchten, maar waardig migreren. Dat is het devies van de overheid. They will be trained. There will be people with a lot of skills. And the countries that do agree to take them will gain by taking them. De familie Tesotta probeerde zich in Nieuw-Zeeland te laten erkennen als klimaatvluchteling. Maar het lukte niet, want wonen in Kiribati levert geen direct levensgevaar op. Nog niet, maar dat zal de komende jaren snel veranderen, is de verwachting. Het grootste deel van het land zal onder water verdwijnen. Montenegro kan lid worden van de NAVO. De ministers van Buitenlandse Zaken van de andere lidstaten hebben het kleine Balkanland uitgenodigd om het 29e lid te worden. Ik denk dat dit het begin van een mooie alliantie is. Dank u. De premier noemt de uitnodiging een eerste stap en zegt dat het land wil blijven hervormen. Rusland is niet blij met het aanstaande lidmaatschap van Montenegro. Het Kremlin heeft aangekondigd dat ze alle samenwerking met het land willen stopzetten als de toetreding doorgaat. Nederland voert dit jaar meer aardgas in dan uit. Dat is voor het eerst sinds de jaren 50 toen de gaswinning hier begon. Vanwege de aardbeving in Groningen wordt nu minder gas gewonnen. Ter compensatie kopen we buitenlands gas, vooral uit Noorwegen. De website van UWV heeft nog steeds een storing. Sommige klanten van de uitkeringsinstantie krijgen daardoor hun geld niet op tijd. Ze moeten inkomsten opgeven via de site, maar kunnen niet inloggen. UWV belooft dat uitkeringen uiterlijk 14 december worden overgemaakt. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft een fonds opgericht voor goede doelen. Hij stopt er 99% van de aandelen van zijn bedrijf in en die zijn zo'n 42 miljard euro waard. Zuckerberg begint het fonds naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Max. Hij wil zo'n 1 miljard euro per jaar in de stichting stoppen.
De belofte van Zuckerberg maakt hem nog niet de grootste filantroop ter wereld. Volgens zakenblad Forbes zijn dat nog altijd Bill Gates en zijn vrouw. Zwangere vrouwen moeten in de laatste periode van de zwangerschap worden ingeënt tegen kinkhoest. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Door de moeder in te enten is de baby volgens de raad vanaf de geboorte beschermd. En dat spaart levens. Het komt zo'n 100 keer per jaar voor dat een pasgeboren baby met kinkhoest moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat heftige hoesten, het kinken, kan heel ernstige gevolgen hebben. Hoe jonger het kind, hoe groter het risico op complicaties. Nou, die complicaties die zijn ernstig in de zin van zuurstoftekort. Het zodanig, zo ernstig en heftig kinken dat de longblaasjes kapot gaan, dat soms IC-opname nodig is. En in hele sporadische gevallen overlijden baby's daaraan. Nu worden baby's van rond de 6 weken ingeënt tegen kinkhoest. Het vaccin werkt dan nog niet meteen. Kinkhoest is besmettelijk en komt steeds vaker voor. Daarom vindt de Gezondheidsraad dat de aanstaande moeder moet worden ingeënt. Het advies wat wij vandaag geven is om enkele weken voor de geboorte van een kind de zwangere te vaccineren tegen kinkhoest, zodat het kind onmiddellijk na de geboorte beschermd is tegen die bacterie. Zijn er geen gevaren? Er zijn in Engeland en in de Verenigde Staten 10.000 zwangeren gevaccineerd en dat heeft niet geleid tot complicaties bij het kind. Dat er een kind sterft aan kinkhoest gebeurt eens in de 2 jaar. De verloskundige vereniging KNOV is verrast door het advies van de Gezondheidsraad en wil eerst nader onderzoek om de voor- en nadelen voor moeder en kind zorgvuldig af te wegen. België fronst de wenkbrauw vanwege de koning. Want waar was Filip toen het land 1,5 week geleden sidderde door de terreurdreiging? Dat is nu duidelijk, hij zat met zijn vrouw in een kuuroord. Brussel 1,5 week geleden. Het centrum belegerd omdat er volgens de regering een terreurcel op het punt stond om op meerdere plekken in de stad aanslagen te plegen. Een ongekende crisissituatie, maar bijna geen Belg die wist waar de koning was. Dat is nu duidelijk geworden. De koning zat in Frankrijk, in Bretagne, in een kuuroord. Een Frans schandaalblad publiceerde vandaag een foto van het bezoek met de koning in zijn ochtendjas en een sapje. Het is natuurlijk pijnlijk, vonden ook de Franse inlichtingendiensten die zich erover verbaasden dat de koning op dat moment in Frankrijk was. De Belgische regering zegt dat koning Filip dagelijks op de hoogte werd gehouden van het dreigingsniveau in Brussel. Maar Vlaamse media hebben het ondertussen niet meer over het dreigingsniveau 4, maar over het koninklijke wellnessniveau 4. Filip keerde na 1,5 dag terug naar Brussel en ging op bezoek bij het crisiscoördinatiecentrum. Sprak met slachtoffers van terreur. Zijn afwezigheid is een storm in een glas water, vindt hij. On voit que les futilités sont peu de choses par rapport à l'essentiel de la vie. In België geldt nog steeds dreigingsniveau 3, maar nu hebben ze wel weer de koning in het land. Een enorme hack bij een speelgoedfabrikant in China. Het bedrijf maakt allerlei soorten gadgets voor kinderen. De gegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen, onder wie de informatie van 120.000 kinderen en 100.000 ouders uit Nederland. Dit is de Vitek Storio Max. Geschikt voor kinderen van 3 tot 11 jaar. 100% educatief, 100% veilig. De werkelijkheid is anders, want in november is Vitek, een Chinees bedrijf, gehackt. Het bedrijf maakt speelgoed dat verbonden kan worden met het internet. Kinderen en ouders kunnen zo foto's naar elkaar sturen. Gegevens van zo'n 4,9 miljoen ouders en nog eens 6,4 miljoen kinderen zijn gestolen. Ook van Nederlandse kinderen en hun ouders. Schrok u ervan? Ja, ik was wel verbaasd dat Vitek, die eigenlijk een zeer veilige, kindvriendelijke speelomgeving heeft, educatieve vorm, wat hun hoog in het vaandel staat, dat het hun is kunnen overkomen. Ja, idioot, waarom moet er altijd alles gehackt worden? Nou, onze kinderen, kleinkinderen zijn ermee opgegroeid. Dus in principe pak je gewoon dat merk, omdat je erop vertrouwt dat het goed is en kindvriendelijk. Het bedrijf zegt het lek te hebben gedicht. Het gebeurt bijna nooit en dus is het uitzonderlijk dat in Chicago, een van de grootste steden van Amerika, de hoofdcommissaris van politie is ontslagen. Het is het gevolg van weer een Amerikaans politieschandaal.
Veel woede en onbegrip, want opnieuw blijkt dat een zwarte man door extreem politiegeweld om het leven is gekomen. Een agent uit het korps van Chicago schoot hem vorig jaar dood met 16 kogels. De agent wordt nu vervolgd voor moord en zijn baas, de hoofdcommissaris, is dus zijn baan kwijt. Chicago is de zoveelste stad in Amerika waar agenten worden beschuldigd van machtsmisbruik. Nu de politie zo vaak zo onder vuur ligt, kun je je afvragen wie in Amerika wil nog agent worden. Why would you arrest me when he's the one that hit me? We zijn welkom bij de Maryland Police Academy en kijken mee met scenario trainingen. Daarin ook aandacht voor de steeds toenemende spanning tussen politie en bevolking en de druk hoe daarmee om te gaan. You're going to be under constant scrutiny. It doesn't in this day and age with technology. There's always a watchful eye on you. You just have to do what's right constantly. A lot of people look at scrutiny as a negative thing. Scrutiny is an extremely important thing. It's almost like a system of checks and balances. Are we teaching our folks to do the job right and are they doing it? I need my Grammy up in here. Ze zeggen wel eens, politiewerk, dat is geen beroep, het is een roeping. Maar het is wel een roeping die steeds meer onder een vergrootglas ligt. Bijna letterlijk. Want niet ver van de politieacademie filmde ook in Baltimore iemand dit jaar met een mobiele telefoon hoe agenten een zwarte man zo hardhandig arresteerden dat hij overleed. Na de dood van Freddie Gray braken er rellen uit. Perception sometimes becomes people's reality. It's like saying that because there's one apple that's bad in a barrel, that the entire barrel is bad. Well, that's not the case. There's still a lot of good work that's being done. There's still a lot of good police out there. It's easy to sit back and look at a clip and say that this is where the officer went wrong and tell you the person that's in that position. If his intentions are good and right, okay, then it's a mistake. If it's something that they intend to do, that's a whole different thing. That's when you cross into a criminal atmosphere. That's when you get that negativity, and that's when the light of negativity should be shined on them. It's not going to sway me one way or another, but it does take a toll on the fact that you're coming into a profession where people are going to call you names. You kind of got to just brush it off. I want to do right and have them see that police are not bad. Tijd voor het weer. Peter, wat gaat het worden? Nou, het blijft heel erg zacht. In ieder geval ja, de komende week zou je kunnen zeggen. Dat was vandaag ook duidelijk te merken met maximum temperaturen van zo'n 12 of 13 graden overdag. Veel bewolking behalve in het uiterste noorden en ook in het zuiden van het land, zoals hier goed te zien. En dat het in het zuiden van het land af en toe eventjes zonnig werd, dat hebben we in feite te danken aan een heel uitgestrekt hoge drukgebied in het zuiden van Europa. De hele Middellandse Zee, het hele Middellandse Zeegebied van Portugal tot aan de westkust van Turkije heeft te maken met dat hoge drukgebied, profiteert daarvan. En dat zorgt daarvoor zonnig weer met met mooie temperaturen op veel plaatsen van zo'n 15 tot 20 graden. Lage drukgebieden die moeten dus over het noorden van Europa heen. En dat gaat niet zonder slag of stoot, dat met windvlagen. Op sommige plaatsen waait het behoorlijk hard. Regen zit er ook bij en ook morgen zit er behoorlijk wat regen in de verwachting, met name voor de Britse eilanden en ook voor de Noorse en de Deense westkust. Nou, dat hoge drukgebied dat houdt stand behoorlijk goed in het zuiden van Europa en dat levert ook morgen weer prima temperaturen op, tussen de 15 en de 20 graden. Hier in het westen van Frankrijk een graad of 12, verder naar het noorden zijn de temperaturen natuurlijk lager, maar dat is ook heel normaal voor begin december. Laten we even naar ons eigen land gaan kijken. Er zijn op dit moment wat opklaringen, vooral in de zuidelijke helft van het land. En ook vannacht is dat het geval. Het wordt daar een graad of 7 of 8. In het noorden van het land wat meer bewolking en in het uiterste noorden is kans op een heel klein beetje motregen. Daarbij waait het ook nog behoorlijk uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. En ook morgen dan staat die wind weer behoorlijk door te waaien. Windkracht 6 aan de kust, opnieuw uit het zuiden tot zuidwesten. In het noorden weer de meeste bewolking. Kans op een heel klein beetje motregen in het uiterste noordwesten van het land. In het zuiden opnieuw kans op een beetje zon. En de temperatuur die komt uit opnieuw op een zachte 10 of 11 graden. Laten we dan nog even kijken naar de dagen hierna. Ja, vooral die wind die zal vrij nadrukkelijk aanwezig blijven. Bovendien komt de zon er ook wat minder aan te pas, vooral in het weekend. En dan is die wind ook op zijn krachtigst. Zaterdag en vooral zaterdagavond tijdens pakjesavond zou het vooral in het noorden van het land wel eens stormachtig kunnen worden. Dit was het NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. De Patiëntenfederatie wil af van de budgetpolis. Ze roepen mensen op om niet meer te kiezen voor deze goedkope zorgverzekering die juist duurder uit kan vallen.
En vanavond in Nieuwsuur, er moeten voor het einde van de maand 12.500 opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gevonden. Gaan de gemeenten dat redden? Om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.